Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 30 december 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Vandaag hebben we ook weer Contestia. Met bandbreedte 125 en 8 tonen, centrale frequentie 355 Hz. En verder hebben we een plaatje in SSTV BW12. In deze nieuwsluwe week herhaal ik een onderwerp over de Mexicaanse hond, die als podcast te vinden is op www.veron.nl. Typ op die verenigingssite het woord podcast in en je krijgt meer van dit soort podcasts te zien om te beluisteren. De oudere amateurs praten nog wel eens over de Mexicaanse hond. Wat is dat nu en is er nog steeds een Mexicaanse hond? Het begrip dat dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw. In die periode, zo tussen 1920 en 1930, toen verschenen er omroepzenders en dus ook omroepluisteraars. En de ontvangers die luisteraars gebruikten, die waren van het rechtuit type. En die ontvangers die hadden ook nog geen golflengteschakelaar. Je moest, als je naar een andere band wilde, moest je de spoelen verwisselen. En dat waren zogenaamde honingraadspoelen. Die honingraadspoelen die zaten aan de buitenkant op de frontplaat van de ontvanger. En vaak waren er dat drie. En die honingraadspoelen die werden gestoken in zogenaamde spoelhouders. De twee buitenste, die kon je draaien. Daar zat een hendeltje aan die spoelhouder. En dan kon je die buitenste spoelen bewegen ten opzichte van die middelste spoel. En daarmee de koppeling veranderen. De linkerspoel, dus de buitenste, die was opgenomen in de antennekring. En de middelste spoel, dat was de eigenlijke afstemkring. En het signaal over die kring, dat werd toegevoerd aan de detectorbuis. En dat was in die tijd een triode. Nou was er dus maar één afgestemde kring. En de selectiviteit van die ontvanger, die was daarmee ook niet zo erg groot. Maar daar hadden ze ooit op bedacht, namelijk het systeem van terugkoppeling. En daarvoor kwam die rechterspoel aan de rechterbuitenkant, die kwam daarvoor in actie. Die rechterspoel, daar liep de anodestroom van de detectorbuis doorheen. En daar zat dus ook het ontvangen signaal, was daarin aanwezig, maar wel versterkt. Door nu die terugkoppelspoel te koppelen met de middelste, dus met de afgestemde kring, werd er versterkt signaal teruggevoerd naar die kring. En daar kon je dus het signaal mee opslingeren, sterker maken. Daardoor werd de gevoeligheid beter en ook de selectiviteit. Door die terugkoppelspoel dus dichter bij die middelste spoel te brengen, kon je de hoeveelheid van dat versterkte signaal die in die afstemkring werd geïnduceerd sterker maken. Op een gegeven moment was die terugkoppeling zo sterk dat het signaal dat werd teruggevoerd nog sterker was dan het ontvangen signaal. Dan ging die detectorlamp die ging genereren. Daarmee werd het eigenlijk een zendertje, want die detectorkring die was ook gekoppeld met de antenne. Natuurlijk was het maar een heel klein zendertje, maar we moeten niet vergeten dat in die tijd met zeer lange antennes werd gewerkt, vaak tientallen meters lang. Een centamateur van vandaag die zou er jaloers op zijn. En wanneer je nou die detector liet genereren, dan was dat een gemakkelijke manier om een station op te zoeken. Je draaide dan aan de afstemcondensator en wanneer je in de buurt kwam van een station, dan kreeg je een interferentietoon en die werd steeds lager naarmate de afstemming dichter bij het station kwam. En als je precies was afgestemd, dan was die interferentietoon verdwenen. Dan had je zero beat, zouden we nu kunnen zeggen. Dus eigenlijk hetzelfde als met een moderne communicatieontvanger met een beat frequency oscillator. Maar we hebben al gezegd, die genereerde detector die werkte een beetje als een zender. En die interferentietoon die je dus hoorde, die trad ook op in de buurt bij andere luisteraars die op dat station waren afgestemd. Die kregen een beetje van dat signaal van die genereerde detector binnen. En als die man als een afstemming draaide, dan hoorde je dus die fluittoon die steeds lager werd. En weer eens wat hoger, dan was hij een beetje aan het zoeken. En dat verschijnsel, dat noemde men de Mexicaanse hond. En dat was natuurlijk heel vervelend, want die man, die buurman, of misschien wel meerdere buren, die zaten lekker naar dat station te luisteren. En eens komt daar zo'n gemene fluittoon doorheen. En het kon wel gebeuren dat zo'n buurman zich daar zo aan ergerde,
dat hij dacht, ik zei je wel even. En die begon vervolgens zijn eigen ontvanger ook in genereren te brengen, door met die terugkoppelspoel heen en weer te draaien. En ja, dan kreeg je dus nog weer een fluittoon eroverheen. Enfin, als dat in een dichtbevolkte buurt gebeurde, dan kreeg je op het laatst zo'n cacophonie van fluittonen dat eigenlijk de ontvangst van dat station voorkomen onmogelijk werd. Dat was echt een plaag in die tijd. Later, na de uitvinding van de pentode, is zo'n pentode vaak gebruikt als hoogfrequentversterker. Die werd dan tussen de antenne en de detectorbuis geschakeld. En dan kon die spanning van die oscillerende detector kon de antenne niet meer bereiken. Dus daar was dat probleem eigenlijk mee opgelost. Bovendien werd in de jaren 30 kwam de superheterodyne ontvanger in gebruik. En daar deed het probleem zich ook niet meer voor. Maar goed, ook in de jaren 30 werden er toch nog wel van deze ontvangers gebruikt, waarbij de detector direct met de antenne was gekoppeld. En daar is toen een verbod uitgevaardigd. Dergelijke ontvangers die mochten niet meer gebruikt worden op de omroepbanden, dus op de lange en de middengolf. Het gold niet voor de korte golf. En dat is maar goed ook, want heel wat radiozendamateurs en ook luisteraars in de jaren 30 gebruikten nog steeds zo'n ontvanger, zo'n rechte ontvanger, waarbij de detector rechtstreeks met de antenne was gekoppeld. Overigens, aan deze ellende met die Mexicaanse hond, daar zat ook nog wel een positieve kant aan. Want ja, er waren natuurlijk amateurs die hoorden zo'n fluittoon van een station in de buurt. En die begonnen dan bijvoorbeeld met een terugkoppelspoel eens een keer te tjoepen zo heen en terug. En de eerste amateur die hoorde dat en die tjoepte bijvoorbeeld terug, weer twee keer. En de volgende drie keer, met andere woorden, die twee luisteraars die merkten dat ze op die manier eigenlijk een soort communicatie konden uitvoeren. En er waren er zelfs die in de antenne van de ontvanger een koolmicrofoon opnamen. En dan kon je dat signaal van die oscillerende detector kon je daarmee moduleren. En dan hadden ze dus eigenlijk een telefoniezendertje. Het was allemaal heel primitief. Maar toch is dat voor heel wat amateurs eigenlijk is daar de kiem gelegd voor een later gelicenseerd radiocentrumatorisme. Volgt nu het SSTV-plaatje in BW12. Waarom zijn de bananen krom? Nou, het is vast niet omdat de meeste nieuwe antennes recht zijn.